Hallo allemaal! Superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Bedtime Stories met Milena en Rosanne. Nu mijn paspoortje. Roxanne. Mijn leeftijd? 13. Voor andere mensen een ongeluksgetal, maar voor ons niet. Super veel leuks beleefd. Sterrenbeeld. Waterman. Kleur ogen? Bruin. Kleur haar? Blond. Lengte? 1,52 meter. Gewicht? Geen idee. We hebben geen weegschaal. Kledingmaat? 152. Schoenmaat? 38. Mijn lievelingssport? Dansen en tennis. Turnen was eigenlijk mijn absolute lievelingssport, maar daar heb ik nu geen tijd meer voor. Mijn lievelingsvak? Tekenen. Mijn lievelingsboek. Double Me W, dit boek dus. En toetsterreur, Turn Troubles en Twitter tweets. Mijn lievelingsfilm? Home Alone en The Parent Trap. Mijn lievelingsmuziek? Popmuziek waar je lekker op kan dansen. Favoriete tv-programma's? Junior Song Festival en The Voice Kids. Mijn hobby's? Alle sporten. Tekenen en knutselen. En dansen. Mijn lievelingsoutfit. Strakke skinny jeans en een stoer t-shirt. Mijn lievelingsdier. Hond, kat en pandabeer. Mijn lievelingseten. De 5 P's. Te weten pasta, pizza, poffertjes, pannenkoeken en patat. Mijn lievelingskleur. Van babyroze tot fuchsia roze en alle tinten daartussenin. Hekel aan, oorlog, oneerlijke mensen, ruzie, pesten, gescheld en geschreeuw. Leraren die niet tegen een grapje kunnen. Mijn regenponcho aantrekken en dan toch nog kleddernat op school komen, omdat de regen er doorheen waait. Skinny jeans die niet skinny genoeg zijn. Keelpijn, wachten, slangen, bloemkool. Lessen die eindeloos duren. En kamer opruimen. Oh ja, en het vak Engels. Als de wekker gaat, denk ik, nu al? Ik blijf nog even liggen. Hier word ik knetterblij van. Zingen, dansen, zon, zee, strand, sneeuw, skiën. Vrolijke mensen, een goede mop, die Mila me dan vertelt. Nieuwe gimpen, shoppen. Een wind laten in de tram en dan iemand anders heel verontwaardigd aankijken. En verder alles wat leuk is. Ik ben fan van Rihanna. Mijn grote voorbeeld is Chantal Jansen en Ilse de Lange. Ilse is een super, super, super goede zangeres. Mijn droomboy moet lief, knap, aardig, stoer en verstandig zijn. En hij mag niet roken, want dat vind ik onvoorstelbaar goor. Ze kunnen me 's nachts wakker maken voor... niets. Echt helemaal niets. Als ik slaap, dan slaap ik en wil ik dat ook graag zo houden. Naar een onbewoond eiland neem ik mee. Mijn liefste zus Mila. Veel eten en drinken. Kleren en een matras. Mijn mooiste herinnering? Alles wat met het Junior Song Festival te maken heeft. De musicals waar ik in heb gespeeld. En mijn turnkampioenschap. Toen ik 9 was, werd ik eerst op het NK. Mijn grootste blunder ooit. Die is er nog niet geweest. Mijn droom voor later is... popster, musicalster, danseres of dierenarts worden. Dit waren onze paspoort en dan gaan we nu beginnen met het eerste hoofdstuk. Mila. Zondag 29 september, 11:55. Eerste plaats. Het is al heel erg laat, maar ik kan niet slapen. Het onvoorstelbare is gebeurd. We hebben gewonnen! En met deze woorden sluiten we deze video af. En vond je deze video nou leuk? Doe dan natuurlijk even een duimpje omhoog. En zet ook even in de reacties wat nou een van jouw lievelingsboeken is. Want dat zouden we super leuk vinden om te weten. En we zijn ook benieuwd of jij benieuwd bent naar het volgende deel van het boek. Een nieuwe aflevering van Bedtime Stories met Milena en Rosanne op ons YouTube kanaal. Dus hou het zeker even in de gaten. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot in de volgende video. Slaap lekker! Doei! Thank you.